sta je met Arnoud ook bij een hockeyveld. Arnoud, kun je dat toelichten? Ja, nou, ik heb een blessure op mijn enkel gehad. En daardoor moet eigenlijk de ondergrond waar ik op loop moet gewoon helemaal vlak zijn. Om zo blessures te voorkomen. En de organisatie was heel welwillend door de sleutel van dit hockeyveld in Uden te vragen. En heb ik speciaal voor mij heb ik hier een inloop- en uitloopveld alleen eigenlijk. Dus ja, dat is luxe. Dus ja, ziet er goed uit. Dan ga je dadelijk lekker uitlopen. Uitlopen, ja. Het is jullie vanavond in Uden, de keienmeeting. Je won in weer 3:41. Kun je het verloop van die wedstrijd eens beschrijven? Ja, nou, de bedoeling was om gewoon lekker wedstrijdritme op te doen. En dus niet zozeer om een limietpoging te doen of zo, weet ik veel wat. En nou, we hadden een haas van mijn groep, Michiel Duschner, en die liep gewoon een goede tempo. En ja, de benen voelden eigenlijk heel goed. 800 meter lang, 1200 meter. Ik dacht elke keer van, nou, als het dadelijk ga ik flink versnellen. En nou, toen op 1200 meter zette ik wel wat aan. En ja, daarna bleef het eigenlijk een beetje stil. Dus ja, goed, die tijd valt me dan iets tegen. Maar ja, op zich, het vergeleken met Nijmegen 2 weken geleden liep het nu gewoon veel makkelijker. En was ook snel hersteld na de wedstrijd. Alleen de tijd, ja, is dan ongeveer hetzelfde. Maar goed, ja, ik heb altijd moeite met een wedstrijd zonder strijd. En nu loop je de hele tijd, zeg maar, achter de haas of op kop. Ja, dan heb je eigenlijk, van de rest van de deelnemers merk je eigenlijk niet zoveel. En ik heb het liefst een wedstrijd waar ik gewoon lekker kan strijden met de rest voor de plaatsen. En dan, ja, loop ik toch vaak wat ontspannender, makkelijker. Ja, vandaag liep je eigenlijk nadat Michiel uitstapte 500 meter verder op kop alleen. Ja. Wat ontbreekt nog de stap om onder die 3:40 te gaan duiken? Ja, ja, onder de 3:40 is eigenlijk natuurlijk nooit mijn doel geweest. Want ik kijk natuurlijk altijd met de schuin nog naar de Olympische limiet. Maar ja, ik denk dat ik in Uden wel onder die tijd kan duiken. En ja, trainingen gaan eigenlijk steeds beter nog. En ik denk, ik heb gewoon wedstrijdritme nodig. En de eerste wedstrijd moest ik echt heel diep gaan. Was ik echt beroerd van ook, nog 2 dagen daarna. En nu zal het alweer beter zijn. Dus ik heb wedstrijdritme nodig. En een goed veld waar je gewoon lekker in op kan trekken. Hoe zien de komende weken voor jou uit? Nou, deze week, afhankelijk van hoe ik hiervan herstel. Gewoon een paar rustige trainingen nog, wat ritmewerk, wat dure trainingen. Niet meer dan 1 keer per dag. En dan loop ik loop ik wedstrijd in Heusden. En ja, goed, daar wil ik gewoon weer echt een scherpe tijd neer gaan zetten. En het is ook nodig om de week daarna in een goede wedstrijd binnen te komen. Oké, veel succes.